week is het weer bekend geworden, hè, dat Loonwijzer zegt nog steeds 18% inkomensverschil tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk. Daarvan is eigenlijk 10% wat te verklaren door het feit dat vrouwen deeltijdwerk doen en ook veel kinderen krijgen en daardoor af en toe een paar maanden geen salarisstapjes kunnen maken. Maar 8% is onverklaarbaar. En dat is ja, voor een deel dus discriminatie of beeldvorming. En voor een deel misschien een beetje beter onderhandelen door de dames. Dus daarom organiseren wij vanmiddag de pitstop onderhandelen. Ik denk dat je moet beginnen met goed te weten wat je zelf waard bent in alle opzichten. Dus dat betekent ook weten wat je kunt betekenen voor het bedrijf. En om dat te weten moet je je ook heel goed verdiepen in het bedrijf. Dus ze moeten, als ze jou ontmoeten, echt denken van nou, die mevrouw die heeft, die wil hier graag werken. En vervolgens, als je dan stevig onderhandelt over je eigen rechtspositie, dan hoef je je niet te generen dat je dat doet. Want dan zien ze dat als ze jou nemen, ook nog iemand in huis krijgen die heel goed kan onderhandelen. Nou, mijn belangrijkste tip is eigenlijk dat als iemand naar je toe komt met of een baan aanbod of nou ja, een opdracht als je ZZP'er bent, zorg in eerste instantie dat diegene met een bedrag boven de brug komt en zegt van nou, we willen je zoveel bieden. Want als diegene aan jou vraagt van nou, wat wil je ervoor hebben en je zegt een bedrag, kun je nooit meer omhoog. Dan gaan zij altijd alleen maar naar beneden lullen. Mijn tip is, en die heb ik ook van mijn moeder meegekregen, is niet huilen. Niet met emotie praten. Dat zie je heel vaak bij talkshows. Moet je maar eens een keer op letten. Bijvoorbeeld bij Paul Witteman. Er zit een vrouw en die wil eigenlijk het over 3 punten hebben. En dan gaat ze in de emotie gaat ze mee, waardoor ze al die 3 punten helemaal kwijt is geraakt. Dus niet met je emotie praten, maar met je ratio. Mijn grootmoeder zei altijd in Tunesië, een man onderhandelt voor zichzelf en een vrouw onderhandelt voor de hele community. Dat vind ik heel mooi. Maar dus heel goed voorbereiden. Doe je dat, de eerste slag is een daalder waard. Als je het eerste jaar te weinig verdient, verdien je dat 40 jaar later nog te weinig. Dus niet onderhandelen betekent dat je een heel huis van een miljoen weggooit. Dus stop. Dus ik roep eigenlijk iedereen op, word lid van Women Inc. Er zijn hele speciale aanbiedingen op onze site www.womeninc.nl. Want dat maakt dat je toegang hebt tot het netwerk en ook dat je je stem kan laten horen. Want wij gaan ermee naar Den Haag als het moet, naar de Zuidas als het moet, naar Hilversum. Dus via ons kun je de kansen voor alle vrouwen vergroten en voor jezelf.